Hallo. Ik ben Anne Maas en ik heb afgelopen jaar gewerkt aan het klinisch verblijf. Nou, bij veel van jullie wonen de cliënten binnen jullie organisatie en dat mag je declareren. Maar wat nou als de cliënt in het weekend naar huis gaat? Of als die tijdelijk opgenomen wordt op de crisisopname? In dat geval zijn er twee dingen die er eigenlijk geregeld moeten worden. Allereerst wil de zorgverlening graag weten waar die cliënt is en of er misschien nog specifieke afspraken zijn gemaakt. Daarnaast wil de financiële administratie graag weten of die afwezigheid doorgedeclareerd mag worden, ja of nee. Nou, en dat laatste, dat is nog wel eens vrij complex. Want dat verschilt per financieringsstroom. En al die regels moeten die financieel medewerkers nu uit hun hoofd kennen, omdat ze handmatig de declaratieregels moeten stoppen en weer opnieuw starten wanneer iemand terugkomt. En ze moeten handmatig kijken bij wie ze dat moeten doen. En dat krijgen ze door via zulke mooie kruisjeslijsten. Nou, de zorgverlening die heeft eigenlijk ook niks aan deze kruisjeslijsten. Dus dit is eigenlijk hartstikke dubbel werk. Nou, daar willen we vanaf. Die kruisjeslijsten gaan er vandoor. En in plaats daarvan gaan we afwezigheden vastleggen in de cliëntagenda. Daar kun je dan ook de gemaakte afspraken vastleggen. En die zijn dan ook meteen via het dossier voor iedereen in te zien. De financieel medewerker hoeft alleen nog maar aan het begin vast te leggen welke regels voor die cliënt gelden. En vanaf dat moment kijkt het systeem naar de afwezigheden in de cliëntagenda om zelf automatisch te bepalen of declaratieregels gestopt en weer opnieuw gestart moeten worden. Nou, wil je nou zien hoe dat er in de software uitziet? Kom dan straks even naar onze verdiepingssessie.